Dit is gek. Hey, hallo, dit is hem dan. Mijn eerste officiële vlog. Ik heb hier lang over lopen twijfelen, lang over lopen nadenken, maar ik heb toch besloten om het te doen. Want dit is volgens mij een hele bijzondere periode in mijn leven. Het is al een maand of 3, 4 aan de gang. En het lijkt erop alsof dit nog wel een tijdje doorgaat. Dus ik wil dit documenteren. Letterlijk wat het is, een videologboek, zoals je vroeger een dagboek had. Vooral voor mezelf, want ik ben heel benieuwd hoe ik over een aantal jaren terugkijk op deze periode. Als dit doorzet zoals het de afgelopen 3, 4 maanden gaat, dan weet ik niet waar dit eindigt. Misschien wel voor mijn gezin, voor mijn dochter als ze later groot is. En misschien heb jij, ik weet niet wie je bent als je nu zit te kijken, hier ook wel iets aan. Ik ben Gerrit Heikoop. Het is vandaag 16 november 2017. Ik ben op dit moment 37 jaar. Ik woon in de prachtige omgeving van de Utrechtse Heuvelrug in Leersum. En ik ben daar bijna drie jaar geleden naartoe verhuisd. En ik denk dat dat mede een oorzaak is van wat ik nu doormaak. Want wat maak ik nu door? Ik ben dus vader van een jonge dochter. Sophie is op dit moment 6,5, bijna 7. Ik heb een eigen onderneming, Live Online Events, waarmee wij online content zoals dit maken voor bedrijven, congressen, evenementen. En daarnaast ben ik ook los presentator, dagvoorzitter op evenementen en beurzen. Lekker druk geweest, met name ook het afgelopen half jaar. Het wordt nu november, december, januari, typisch een wat rustigere periode. Dus ook het moment voor mij om dit te gaan doen. Niet alleen om dus voor mezelf vast te leggen waar ik mee bezig ben, de dingen die ik ontdek, de dingen die ik leer. Hopelijk heb jij daar ook wat aan. Maar ook gewoon eens om te ontdekken, vloggen. Ik heb mijn mond vol naar mijn klanten over hoe je dat doet. Maar het is soms ook wel eens goed om gewoon je eigen handen vies te blijven maken. Zodat je ook weer even de laatste trucjes, de hacks, de problemen tegenkomt. Nou, een van de problemen waar ik het meest tegenop zie, was enerzijds de eerste stap. Nou ja, die neem ik nu bij deze. Want ik hikte aan tegen, met welke materialen moet ik dat doen? En moet ik dan geen vormgeving hebben, visueel of audio? En waar ga ik het dan over hebben? Nou, ik heb al een tijdje in mijn hoofd, maar net ook op mijn whiteboard, een brainstorm gemaakt. Met alle onderwerpen waar ik het sowieso over kan hebben. En ik heb ook besloten dat alles qua vormgeving, audio en visueel en grafisch, dat komt allemaal later wel. Want de belangrijkste stap van een reis is natuurlijk de eerste. Dus die maken we vandaag. Nou, waar kom ik dan op? Los van deze aankondiging dat ik ga vloggen, wil ik graag jou, of in ieder geval mijzelf, mijn toekomstige ik, vertellen hoe dit nou zover gekomen is de afgelopen maanden. Daar wil ik een vlog aan wijden. Ik heb een aantal leuke dingen op de agenda staan. Ik ga een voetanalyse doen bij een sportpodotherapeut binnenkort. Ik heb mezelf een inspanningstest cadeau gedaan om te kijken wat mijn ideale trainingshartslag is. Want ik ben op weg naar de marathon. Ik heb me ingeschreven voor de marathon van Rotterdam. Jezus, wat een chaotisch verhaal. Gaan we dit opnieuw doen? Of, nou ja, ik ga wel even verder, maar... Oké, een van de lessen die ik bij deze trek, misschien moet ik voortaan toch, voordat ik die camera aanzet, een soort stapsgewijs plannetje maken over wat ik eigenlijk wil hebben. Want ik begin over die marathon en ik besef me opeens, ja, dat was een leuke opening geweest. Hallo, ik ben Gerrit en ik heb me ingeschreven voor de marathon. Terwijl ik tot voor kort een hekel had aan duursporten. En daarom is het ook een interessante transformatie. Ik heb 10 jaar nauwelijks aan sport gedaan. En op een gegeven moment, ongeveer een half jaar geleden, kwamen er een aantal dingen bij elkaar. Ik was structureel een kilo of 7, 8 te zwaar. Ik zag voor mijn werk een hele, hele zware herfst aankomen. September, oktober waren belachelijk. Waarop ik dus dacht, ja, wacht even. Maar dat ga ik niet redden met dit lijf. Als ik zo'n prestatie wil leveren, dan moet ik ook zorgen dat ik in topvorm ben. En daarnaast raakte ik al, dat duurde al iets langer dan 6 maanden geleden. Het is een proces van de afgelopen 1,5, 2 jaar. Kwam ik in aanraking met hardloop-evenementen. Allereerst als presentator. Ik mocht 2 jaar geleden de start van de Dam tot Damloop begeleiden. En toen dacht ik, ja, wacht even. Maar in zo'n setting, ik ben dol op evenementen, in zo'n setting kan ik misschien ook wel hardlopen. Nou ja, daar zal ik in een aparte vlog ga ik dat vastleggen over hoe dat hele proces ging van iemand die een hekel had aan, niet aan sport, maar wel aan zeker aan duursport en zeker aan hardlopen. Vond dat het verschrikkelijk. Naar iemand die daar, ik heb daar om eerlijk te zijn nu gewoon plezier in. En ik heb dus zelfs het rare plan om een marathon te gaan lopen.
Wat ook apart is, wat ik gek vind, dat ik ben in de zomer begonnen met triathlonnen. Ik heb tot op dit moment 3 korte triathlons gedaan. 1 sprint triathlon en 2 eenachtste triathlons. En ik ben helemaal gefascineerd door die wereld. Dus ik google en ik zoek. En wat ik dan bijvoorbeeld tegenkom, ik zoek naar vloggers, ik zoek naar podcasts. Want het is lekker natuurlijk tijdens het hardlopen, podcast op je oren. En ik ontdek dat er bijna niks is. Ik kom Triathlon Terran tegen in Amerika. Ik kom wat Amerikaanse podcasts tegen. Ik kom hier in Nederland Michiel Helligers tegen met een heel leuk blog. Sport Life Crisis. En vooral zijn payoff vind ik heel inspirerend. Ik wil er heel veel voor doen. Maar niets voor later. Hij is een vader van jonge kinderen. Hij heeft een drukke baan. En hij beschrijft prachtig hoe hij dit vele trainen en het triathlonen in zijn werk verweeft. Erg inspirerend. Maar ja, dat is een geschreven blog. Dus, en zo verder gezocht. En ik kom voorlopig nog niks in het Nederlands tegen. Dus ik dacht, ik ga die handschoen oppakken. Ik ga mijn reis documenteren. In ieder geval in een vlog op YouTube en social media. En ik ga ook eens kijken of ik dit als een podcast kan verwerken. Dus misschien luister je nu wel naar deze podcast. Nou, excuses voor alle fouten die ik maak. Want ik heb letterlijk nu maar gewoon de camera aangezet. En ik ben gaan ratelen. Nou, wat ik net al zei, volgens mij moet ik dat de volgende keer anders doen. Maar wat ook interessant is, ik heb natuurlijk heel veel onderzoek gedaan op internet naar welke spullen moet ik kopen. Ik heb daar keuzes in gemaakt, die wil ik met je delen. En tot mijn eigen verbazing, ik heb jaren kwam ik er niet meer aan toe om te lezen. Heel apart, want het is ongeveer precies 2 jaar geleden dat ik mijn eigen boek uitbracht. Trending Topic, we moeten iets met social media. Nou ja, ook dat is nu 2 jaar verder. Ik ben daar ook soort van wel een beetje op uitgekeken en klaar mee. Ik wil verder. En opeens ben ik weer boeken aan het lezen. En dat begon met de marathon, de hardlooprevolutie van Koen de Jong en Stans van der Poel. En ik hardloper is ook van hun, heb ik versleten. En daarna ik wielrenner. Toen kwam ik in de lokale bibliotheek een lokale bekende tegen, Aart Stichter, hardloper mijn leven. En vandaag binnen in de bus, de hemel, de hel, de triathlon. En ik heb nog een bestelling staan van een boek, dat heet Fast Track Triathlon. Wat er helemaal over gaat, hoe kan je nou in een super druk leven met kinderen, met een drukke baan, toch al die trainingsuurtjes vinden. Dus ook die komt binnenkort binnen. En wat ik merk, het kost me nul moeite om dit te verslinden. Ik vind het ontzettend interessant. Dus een van de dingen die ik wil doen is, denk ik ook gewoon eens proberen of het leuk is om een kleine boekbespreking te houden. Waar gaat dit boek over en wat haal ik eruit en moet je het wel of niet lezen? En daarnaast kom ik allerlei interessante mensen tegen, omdat ik ook hier lokaal betrokken ben, bij de oprichting van de Utrechtse Heuvelrug Triathlon. Een kersverse triathlonvereniging. Iemand komt 3 maanden, 4 maanden geleden voor het eerst in aanraking met triathlon. En ik zit nu al in een soort van in het bestuur van een triathlonvereniging. Nou, heel leuk en bijzonder. En dat wil me aangeven, er zit energie op. En die energie wil ik gebruiken en die energie wil ik vastleggen. En dat ga ik doen in deze vlogs. Dus ik zie op mijn klokje dat dit alweer bijna 7, 8 minuten aan het duren is. Hartstikke lang. Dus ook daar moet ik nog wat gaan schaven in de vorm. Dus wie weet, ik hoop dat je dit leuk vindt. Ik hoop dat je nieuwsgierig bent. En ik hoop dat je me wil volgen op deze reis. En zo niet, dan doe ik dit alleen maar voor mijn toekomstige zelf. Dus dit is de eerste. Mijn eerste vlog, mijn eerste podcast, mijn eerste wat het ook allemaal wordt. En als je het leuk vindt om te volgen waar ik mee bezig ben, dan abonneer je. Hè, moet je altijd zeggen, abonneer je nu op mijn YouTube-kanaal of volg mij op Facebook of Instagram. En op Strava natuurlijk. Hè. Op Strava log ik al mijn trainingen. En aangezien ik binnenkort ga beginnen met het sportrustenprogramma, zullen dat er heel wat worden in de week. En ik hoop maar dat ik het volhou. Ik neem je in ieder geval graag mee op deze reis. Dus, dit was de eerste. Laat me weten wat je hiervan denkt. Laat me weten wat je verschrikkelijk vindt. Laat me weten wat je leuk vindt. Laat me weten waar je nieuwsgierig naar bent. En wie weet kunnen we samen op pad op deze reis. Dit was vlog 1 en ik hoop je snel terug te zien bij vlog 2. Doei doei!